Een docent motorvoertuigentechniek is verantwoordelijk voor het onderwijzen van motorvoertuigentechniek aan leerlingen en alles wat hiermee te maken heeft zoals verbrandingsprocessen, remsystemen, overbrengingen, veiligheidssystemen en elektrotechniek. Motorvoertuigentechniek heeft dus niet alleen betrekking op de motor, maar op alles wat met voertuigen te maken heeft. Motorvoertuigentechniek is een breed begrip dat betrekking kan hebben op verschillende motorvoertuigen, zoals auto's, vrachtwagens, autobussen, motoren en landbouwvoertuigen. Het is de docent motorvoertuigentechniek die leerlingen alles zal bijbrengen over motorvoertuigentechniek. Het overbrengen van de juiste kennis is belangrijk, omdat er tegenwoordig steeds meer verlangd wordt van toekomstige professionals, zoals automonteurs. Revisiespecialisten en ingenieurs. Moderne vervoersmiddelen zijn complex en maken gebruik van veel elektronica en verschillende veiligheidssystemen, waardoor er steeds meer behoefte is aan goed opgeleide vaklieden. Als docent motorvoertuigentechniek geef je over het algemeen les aan leerlingen die een VMBO of MBO-opleiding aan het volgen zijn. Daarnaast kan een docent motorvoertuigentechniek werkzaam. Zijn binnen het beroepsonderwijs of bijvoorbeeld lesgeven aan volwassenen die een omscholing volgen tot automonteur? Het beroep docent motorvoertuigentechniek moet niet onderschat worden, omdat leerlingen tegenwoordig met veel verschillende technieken te maken krijgen. Dit betreft niet alleen de klassieke verbrandingsmotoren, maar ook de elektrische voertuigentechniek omdat leerlingen te maken krijgen met verschillende voertuigtechnieken, is het belangrijk dat een docent motorvoertuigentechniek zelf ook goed op de hoogte blijft van de laatste technische mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld ook aan de nodige kennis van elektromotoren.